Dames en heren, jong en oud, u bent zoals steeds van harte welkom op onze pot. Het wordt een weergaloze aflevering, al zeggen wij het zelf. En wij, dat zijn Arend Eikerman, Bart van den Perk en Nick de Houwer. U zal van Bart horen over Maltesers. Arend ziet Filmwart als de drol van zijn week. En niemand minder dan Theo Franken is de gast in onze studio. Dat zal makkelijk binnenglijden. Welkom bij Op de Pot. Ja. Welkom allemaal. Welkom ook Arend. Je ziet er opvallend onderkomen uit deze week. Dat doet me plezier. Dank u. Al veel boterhammetjes gesmeerd en zo deze week. Of wat doe jij zo? Zoal? Ik doe mijn best. Dat is prima. Ja? Dat is het belangrijkste. Hoe heb je je week doorgemaakt? Welk? Hoe heb je je week doorgemaakt? Nogal druk, nogal chaotisch. Maar hey, ja. Niks anders dan anders. We zitten hier. Lag de zetel slecht? Ja. Perfect. Nee, dat is niet waar. Mijn zetel ligt echt ongelooflijk cool. Ja, oké. Okay. En daar kwam de chaos dan niet per se vandaan. Nee. Oké. Okay. Bert. Ja? Op zonnige zondagen zoals vandaag zou ik zeggen, eindelijk eens gezellig niks doen, maar uw job stelt u natuurlijk in staat van elke dag zo door te brengen. Dus wat maakt dan vandaag voor u speciaal? Vertel eens. Wacht, het is zondag vandaag, hè? Het is denk ik zondag vandaag. Ja, dat is mij niet altijd duidelijk. Dus. Oké. Ik moet dat zondag zeggen. En binnenkort is het weer krokusvakanties, hè, dus dan kan ik op maandag al onmiddellijk vergeten welke dag dat we zijn. Dus ja, zo vloeien de dagen in elkaar over, als het dus ware. Ik ken dat. Ik werk ook voor de overheid en voor mij is ook elke dag een beetje hetzelfde. Erg, hè? Nee, heerlijk, vriend. Ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan vandaag onze aflevering al meteen starten met een nieuwe rubriek. Traditie moet er zijn. Oh, ja. Als u dacht dat mijn leven al een kansloze kutgrap was, dan heeft u de Twittergrap van de maand nog niet gehoord. Deze week komt de Twittergrap van de maand van niemand minder dan Rick Torfs. En u hoort, lang heb ik niet gezocht naar alternatieven, want dit was effectief de beste Twittergrap van de maand. Dus hou allebei uw hoofd goed vast, zodat het er niet afvalt van het lachen. Rick Torfs tweet: we worden minder vaak verliefd op de werkvloer. Dat moet aan de tegels liggen. Oh. Mag ik mijn drol van de week nog veranderen? Of is dat te laat? Oh. Zo, dat was oprecht verschrikkelijk. Dus, ja, je hebt zo grapjes die zo slecht zijn dat ze grappig zijn. Nee, maar dat is, zelfs niet. Zelfs dit zelfs niet. Ik denk dat deze rubriek al geen lang leven heeft beschoren, maar we kunnen maar proberen. Dan is het nu tijd voor de gazette op toilet, denk ik. Ah, maar wacht, moeten we niet de Walter nog even bellen? Ja, juist. Ah, ja, je kunt niet zeggen van... Ik heb al twee weken niet gehoord, hè. Ja. Walter Michiels. En je kunt toch niet zeggen, oh, we willen dat hem niet vergeten wordt, om hem dan te vergeten. Oh, nee. Nee, wij zijn beter dan de media. Voilà. We kunnen maar eens proberen, natuurlijk, dus ik zal kijken. Je bent verbonden met de mailbox van... Dat is... Dat is spijtig. Dat is geen succes. Dat zal niet voor deze week zien. Ik denk dat ze een gsm heeft. Gewoon wat doen, of niet? Gewoon in om af te sluiten. Dank je. En tot ziens. Gewoon afleggen. Niet te wanhopig lijken. Ja, dan is hem hopelijk met betere en grotere dingen bezig dan vorige week. Hè. Ja. Zou het? Of zeker is hij gewoon niet, nog niet wakker? Ik denk toch. Heb je wel de juiste gsm gebeld? Want voor hetzelfde geld heeft hij hem weer gevonden. Heb je die voicemail door? Ik denk dat hij... Op een vakbuiten. Nee. Tijd voor de gazette op toilet, mannen. Oké. Okay. In de gazette op toilet gaan wij alle drie ons klein nieuwtje voordragen. Iets dat niet te veel rimpels heeft gemaakt in het stilstaand water van ons zinloze leven. Arend, uw ingevallen kleurloos gezicht doet mij vermoeden dat uw slecht nieuws deze week van medische resultaten komt. Het is positief. Ik kan nog niet een AIDS-test doen. Ook. Manneke, dat is al lang. Nee, over AIDS gesproken. We hebben met België blijkbaar een... Heb ik gelezen in de Standaard deze week. Een ongekend exportproduct. Ja? Dat onder onze radar is gevlogen en in het buitenland, met name Polen, ongelooflijk populair is.
Okay. Weet je liever over dat ik het heb? Nee, zeker nee, niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd. Oké, okay, om copyright reasons gaan we het niet kunnen afspelen, maar kennen jullie het nummer Het Smitje van Lies? Zeker, hè. Mm-hmm. Is dat in Polen dat populair? Dat is een partystopper in Polen. Dat is ongelooflijk, ja. Dat nummer is wel 15 jaar oud of zo, toch? Dat klopt. Oké. Okay. Maar dus... nice. Okay. We zijn erin geslaagd om walgelijk slechte muziek te maken en die dan nog eens te exporteren ook. Dat is beter dan Touch of Joy, denk ik, of niet? Uh-huh. Nee, maar dat is dus blijkbaar echt... Nu een hit. Nee, dat is al jaren in Polen. Oké. Okay. Yeah. Dat ze dat dus, gelijk dat op van die trouwfeesten hier, mensen zo de Inzaïr dansen. Of het smietje van Laïs. Ja, wordt dat gedaan? Ja, ik denk het wel. Ja. Okay, heb je dat nog niet zoveel geweten? Boomballen of zo, nooit naar een boombal geweest? Nee. Nooit? Jawel, nooit maar dat was op dingen, hè. Verkenningsdagen van de UA hadden boombal. Dat weer zeker het smietje van Laïs gedraaid. Smietje waarschijnlijk, ja. Ja, dat wordt dus in Polen ook gedraaid. Okay. Hè? En er staan van die mensen van die cirkeldansen te doen. Tripalowski. Ja. Nee, er staan beelden van online en ik vond dat, okay, ik vond dat echt bedroevend. Ja. Hoe dat wij zo'n slechte smaak hebben. En dat wordt opgepikt. Hetgeen is dat wordt opgepikt. Nou. We moesten toch iets teruggeven voor al die vrachtwagenchauffeurs die wij krijgen. Ja. Ja, inderdaad, die doen hun best om echt de crème de la crème van Polen naar hier te sturen. Wij krijgen bisongras vodka. Wij krijgen dat is wel waar, pas op. Een goedkope keuken die in drie dagen gezet is geweest. Ja. En wat sturen wij? Lies. Ja. Ik vind dat we beter kunnen. Maar ja. Donald Muilen wil al zeker geen keukens in Polen bouwen. Tegenwoordig voegt hem aan zijn reclame toe. Wij bouwen uw keuken in België. Ja. Ik denk dat de Polen er al achter vroegen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik heb dat gezien en dat viel me wel een beetje op hoe dat wij eigenlijk als België er echt in slagen om daar dan ook zo wat lichte trots op te hebben. Dat Lies in het buitenland het goed scoort. Ik weet ook nog dat een dikke maand geleden dat uitkwam dat Scala een nummer had dat voorkwam in de reeks Sex Education op Netflix. Okay. En er stond dan ook in het grote neer zit. En dan dacht ik ook... Dan heb jij ook toch gehuild. Dat is jammer. Ja, okay. Dat is jammer. Maar okay. Blijkbaar zijn die er nog. Tijd voor een doodsbedreiging. Huilen met de pet op. Je suis Bartok. Voilà. Scala, hier komt hem. Verwacht u er maar aan. Ja, dank u, Arend. Graag gedaan. Bert, als ik doorheen uw nieuws een lijn trek, dan zie ik toch dat jij het vaak over wanpraktijken in zonnige landen hebt, of over voetbal, maar ik hoop dat we deze week op wat variatie kunnen rekenen. Nee. Okay. Israël. Nee. Ik heb een mini-quizje voor jullie bij. Oh, okay. Om zo mijn onderwerp in te leiden. Los van dat je de titel eigenlijk al kent, maar als ik zou vragen welk volk de kroon spant als het op luiheid aankomt, of welk volk je automatisch aan corruptheid zou linken, dan zie je al snel Walen naar boven komen. Kunnen we geen... een ander volkje in gedachten hebt? Ja, luiheid en corruptie zijn zo wat andere dingen. Corruptie zou ik dan eerder Roemenië of zoiets pakken. Ja. Maar luiheid, allemaal heel waardevolle gokjes. Ik denk dat Wallonië wel het Roemenië van ons land is. Op zich. Kan wel. Ja. Of Roemenië het Wallonië van de EU. Dat geeft dan wel te veel krediet aan Wallonië. Ja. Alright. Nee, maar we moeten dus toch blijkbaar... ook eens gaan kijken naar Malta. Iemand een idee hoeveel inwoners dat die hebben, Malta, het eilandje? 1,5 miljoen. 600.000? Prachtige, 500.000, ietsje minder, maar prachtige gok. Dus het aantal mensen dat bij ons naar FC de Kampioenen 4 is gaan kijken, dat is de volledige Maltese bevolking. Hè. Maar die verstaan die taal niet eens. Nee, dus ik snap niet wat die zijn gaan doen daar, per ongeluk. Ja. Maar dus ja, een klein 500.000. Hoe groot is volgens jullie de police force daar? Om even te kaderen, in België hebben we 50.000. Ja, we hebben 50.000 agenten in België voor 11,5 miljoen inwoners. Ja, of percentueel is dat dan? Of procentueel? Maakt het uit. 50.000 voor 11,5 miljoen en in Malta 500.000 inwoners. Ja, oké. Okay, dus weinig. Ik denk... 900? Ja, ietsje groter. Ik zeg 2500. Mooi, ja, prachtige gokken vandaag. 2300. Kijk eens. Okay. Koppers in Malta. In Malta.
dan iets dat je in België niet direct kunt terugvinden, cijfermatig om mee te vergelijken. Maar hoeveel van die 2300 zouden er verkeersagenten zijn? Ik zal als tip geven dat er vrij weinig zijn. Twee. Iets meer. Van die 2300? Van die 2300, hoeveel zijn er daar specifiek verkeersagenten? Zes. Ik zou wel bij de tientallen brengen. Maar toch bedenkt om mee te doen, Nick. 40. 80, 85? 50. Oké. Hoeveel van die 50 verkeersagenten zitten er momenteel in een bak? 35. Prachtig, ja, 30. 60% van de verkeersagenten in Malta is momenteel gearresteerd. Ik wou vragen, kunnen we het hier even over hebben, maar ik ga je dat ongetwijfeld doen. Dat was mijn inleiding. Dus in de nieuwsartikels zeggen meer dan de helft van, maar zegt maar gewoon losjes 60%, van de Maltese verkeersagenten is gearresteerd wegens fraude met overuren. Ongeveer 30 van de 50 leden van de verkeerseenheid zitten nu vast. Maar what the fuck, dat die echt gewoon in een bak zitten, in plaats. Nee, zit echt vast. Met gaan opzoeken. Blijkbaar hebben die verkeersagenten 3 jaar lang honderden overuren aangegeven die ze in werkelijkheid nooit maakten. Maar in groep dan? Of iedereen apart? Of? Dat is niet duidelijk. Okay. Maar denk iedereen apart of in groepjes, maar niet allemaal tezamen. Maar het is dus gewoonte om te zeggen van, voilà, ik heb dat gedaan. Ook onkostenvergoedingen doorgestuurd voor autoritten die nooit hebben plaatsgevonden. Vooral bij motoragenten. Ook het hoofd van de afdeling heeft te veel overuren aangegeven. Spreekt voor zich. Ja. Volgens premier Abella is het een goed teken dat de politie onderzoek doet binnen de eigen geledingen. Oh ja. Dit bevestigt, ik quote, dit bevestigt dat onze politiemacht goed functioneert. Ik vind mijn man. Nee, ze functioneren niet. Ze zeggen gewoon dat ze het functioneren zijn. Ze schrijven dat op en ze rekenen dat aan, maar... Goed, ik zou zeggen de vuile zwartwerkers, maar het is hier eigenlijk tegenovergestelde. Want ze schrijven dingen op die ze niet doen. Dus eigenlijk wit lamzakken of zo. Ja. Maar dat vond ik toch wel knap. Ja. Witzakkenwassers dan. Witzakkenwassers, ja. En ze hebben dus nu zijn ze een oplossing aan het zoeken om het gebrek aan verkeersagenten op te lossen, om genoeg blauw op straat te houden. Maar dat is wel knap, hè. 60% van uw verkeersagenten hebben gesjoemeld met overuren. Dat wij zitten allemaal in het zwart te werken. En die mannen zeggen gewoon, we werken niet. We zeggen het, we geven het wel aan, maar we doen het niet. Ja, knap. Ja, okay. 3 jaar lang. Trouwens, even voor de mensen van de fiscus dat luisteren. Ik werk nooit in het zwart. Maar nee, de doorsnee... Ah, ik bedoel, de Vlaming. De Vlaming. Pikzwart. Als er eens een zwembad moet worden gelegd... Maar dat zijn dan weer die Polen, hè. Ja. Oh, dat is waar. Dat is ook goed in het zwart. Een half uur staan dansen en dan kunnen die pas beginnen. Maar ik bedoel, zwartwerk in Vlaanderen, het bestaat, laat ons daar duidelijk over zijn. Ja, in Malta hebben ze iets anders opgevonden. Wel ingenieus, maar... Heel prima, echt goed. Wat een lamlendig volkje. Gelukkig heeft die er ook waarschijnlijk maar 3 straten, dus dan valt dat goed mee. Toch voor 60 agenten is dat toch veel. Dus nu kunnen die... wat is die 20 andere politieagenten dat overschieten? Die kunnen nog meer overuren. Ja, de overuren echt gaan doen. Ja. Alright, top. Ja, dank je wel. Mannen, ik had als nieuwtje geselecteerd dat Barbara Pas van het Vlaams Belang heeft geopperd om het kindergeld in te trekken van criminele minderjarigen. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Ja. Ja. Omdat de ouders dan toch wel wat inbreng hebben op hun koters. Dat is dan de filosofie van Vlaams Belang natuurlijk. En het nieuws werd bij de HLN-lezers enthousiast onthaald. Maar niet bij Theo Franke van de N-VA. Die vroeg zich op Twitter luidop af of dat het Vlaams Belang ook kon hardmaken hoe dat ze dat zouden doorvoeren. En heeft hem daar natuurlijk op HLN enzovoort en op zijn Twitter... veel kritiek op gekregen over mensen die dat vinden, dat dus niet hardvochtig genoeg is en zelfs jaloers is. Maar het leuke daaraan is, we hebben hier op de pot de eer gekregen om een interview af te nemen met de man zelf, dus hier gebracht in onze studio. Niemand minder dan Kamerlid voor de N-VA en voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Franken. Yes. Nu, ik moet wel zeggen, zit men hier een soort donkergroen, slijmerig ei neergezet. Ik snap het niet zo goed. Ik zie wel ergens in het ei het kale hoofd van het Kamerlid, maar op zich is er verder niet veel het op te... Maar... Het is ook niet zo'n fris schurkje. Nee. Zoals Piet een ramen kunnen openzetten. Maar het ei gaat nu precies een beetje open en...
Kun jij al iets zien, Arend? Ja, ja. Oh, ik zie het hoofdje komen. Ja, het is wel degelijk. Effectief Theo Franken. All right, man. All right. Hey, welkom, welkom. Ja, zeker. Welkom in de studio, meneer Franken. Ik zie dat het slijm van uw ei al een beetje aan het opdrogen is. We zullen zometeen zien dat we een glasje water... Bert, kun je... Ja, maar ik zal het kort houden. Hoe stelt u het vandaag, meneer Franken? Kun jij er iets van verstaan, Bert? Ik denk dat hem zei. Meneer Franken? Meneer Franken? Hallo? Ik kreun en ik zucht wel weer. Ja, er lijkt vandaag weinig uit te komen. Meneer Frank, wat vindt u van het voorstel van Vlaams Belang om het kindergeld van criminele minderjarigen te verlagen of in te trekken? Meneer Franken? Mijn partij, de N-VA. Wat zegt u? Dat de N-VA zelf met het voorstel wou komen? Je wacht gewoon wat te laat. Ik denk dat hem wat te laat. De kritieken, meneer Franken, van uw belangrijkste kiezers, de boze lezers van het laatste nieuws. Die waren niet mild, hè? Meneer Franken, zo wordt geschreven dat u jaloers bent. Nee? Goeie, nee. Dat is, hem niet akkoord is. Nee, dat is niet blij. Dat is niet gelukkig. Bent u bang dat deze kiezers... dat die allemaal naar het Vlaams Belang gaan vertrekken, meneer Franken? Ja, maar dat vragen we niet. Staatssecretaris. Ja, staatssecretaris. Dat was u, meneer Franken. Ik begrijp u niet zo goed. Ik denk dat we het interview best hier stoppen eigenlijk. Spijtig wel. Komt er niet uit. Spijtig van uw living, Nick. Ja. Maar in elk geval bedankt, meneer Franken. Ik denk dat we... Kijk. Ja, ik denk dat we hier wel... Hallo? Ja. Meneer Franken? Hij is vertrokken. Ik denk, ja, toffe gast wel. Toffe gast. En echt iemand, iemand van het volk, zo echt. Gevoeld, ja, dat wel. Wel ja. Exact zo slijmerig dat ik had verwacht. Die spreekt zo echt de taal van de gewone mens, zo vind ik. Dat is waar. Kunnen nog heel wat politici van leren. Ja, dat vind ik ook. Maar als ze allemaal voortaan in zo'n slijmerig ei aankomen, dan gaan we toch ergens een neutrale locatie moeten zoeken. Want... Ja, maar we zullen allez, deze kan ik niet elke week dweilen. Nee, inderdaad. Kun je even een ramje opzetten? We zullen ondertussen snel naar de reclame gaan. Goedenavond. Ook trek in echte Vlaamse kost. Bij het Frietpaleis krijg je steeds de beste frietjes van Vlaanderen. Of ze nu normaal, goed of extra hard gebakken zijn, de nutteloze discussie krijg je er gratis bij. Nee, hard gebakken is er niet. Extra hard gebakken is er goed gebakken. Frietpaleis. Niet echt gesponsord door het Frietpaleis. Oh, zeg schat, dit restaurant ruikt naar kak. Ja, inderdaad. Dan gaan we toch gewoon naar Gianni's Pita. Hoera, ik zie je graag, schat. Goeie kebab met sla en frieten, zeer goedkoop bij Gianni's Pita. Bij Gianni's Pita heb je al een deuner kebabschotel met frietjes en één extra broodje voor €14,30. Nou, daar kan je niet voor sukkelen. Gianni's Pita, Herentalsebaan 222 in Deurne. De frietjes zijn soms mega slaap, maar je gaat toch voor de kebab. Niet echt gesponsord door Gianni's Pita. Zo jongens, het is tijd voor de plons. En in de plons bespreken we het belangrijkste nieuws. Dat is een beetje zwaarder op ons neervalt dan het meer luchtige nieuws uit de gazet. Vorige keer werd hier bijvoorbeeld het coronabier besproken, naar aanleiding van het virus. Ja. En deze week wil ik het graag met jullie hebben over, en ik heb het daar al een paar afleveringen geleden al kort over gehad, de voorverkiezingen of de primary elections in de Verenigde Staten. Yes. Yes. Je weet, ik volg dat met argus ogen, omdat ik vind dat het buitenlands en het ecologisch beleid van de VS op u en mij veel meer impact heeft dan dat kleuterige zeik tussen een of andere koppige waal en een of ander kinderachtig Vlaams ettertje op Twitter. Dus dat is kort door de bocht, dat weet ik, maar in mijn ogen is Amerikaanse politiek belangrijker. Wie dat het tegen Trump opneemt in november, dat wordt dus nu uitgebatterd onder de democratische kandidaten, zoals ik al ongetwijfeld al wel weet. En ik zal in deze segment trouwens enkel absolute feiten aanhalen. Dat is heel belangrijk bij de rest van het... want ik ben zeker een Bernie-man, daar niet van, maar het is belangrijk dat je weet dat ik hier dat ik de waarheid zeg, of toch enkel houd op geverifieerde feiten. Ja.
Wie is er momenteel nog het meest in het spel? Gewoon een idee? Ik weet niet in welke mate dat Gullen volgt. Buddy Geek en Sanders. Ja. En voor Joe Biden was ze wat voorbij. Ja, die is wat gedaan. Yang is eruit. Nog kandidaten? Ja, Buttigieg, je moet Buttigieg zeggen, jammer genoeg. En Sanders, daar gaat alleszins zeker deze segment verder over. We hebben aan de ene kant Bernie Sanders, dus een sociaal-democraat met een beetje een Noordwest-Europese visie op politiek, waarin de VS al cultuurschok genoeg is. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld socialiseren van gezondheidszorg, de financiering van het onderwijs aanpassen enzovoort. Het is een beetje de Frank van den Broeken van Brooklyn eigenlijk. En er wordt net als Frank van den Broeken ook door zijn partij eigenlijk elke dag in de rug gestoken, omdat hem eerder kiest voor waarheid en voor de mensen dan voor partijcredo. En Bernie weigert ook alle steun van bedrijven en de miljonairs. Niet dat ze hem zouden willen steunen natuurlijk. En hij leeft volledig van dotaties van ongeveer $27. Dus eigenlijk echt van de kleine man. En die kleintjes maken allemaal één groot, want Bernie breekt elke maand eigenlijk nieuwe records met zijn inkomsten. Heel straf. Dan is er Joe Biden. Dat is een beetje een dementerende rechtsconservatieve mens die daar voor een groot stuk gefinancierd werd door de special interest groepen zoals het bankwezen, de medische verzekeringsfirma's. Ik zeg werd, want stilletjes aan wordt in bubbel zowat doorprikt door Biden, die dat zelf Biden had opgeblazen, dat hem zo de most electable was. En dat zwarte van hem houden bijvoorbeeld de African-American community heel belangrijk in een voorverkiezing. Ja, ja. Omdat hem natuurlijk de vicepresident van Obama was. Hè. En in realiteit was Biden eigenlijk door Obama gekozen als VP om zo wat meer de centrum-conservatieve democraten aan te spreken. Want uiteraard gingen de Afro-mensen al voldoende voor Obama stemmen. Dus al die sponsors die daar van Biden inmiddels zijn weggevlucht, die zitten nu allemaal bij Pete Buttigieg. Dus momenteel is dat de kandidaat met de meeste miljardairs en corporate interests achter hem. Burgemeester Pete, of Mayor Pete, is wel de jongste van allemaal en is homofiel. En dat geeft de democraten die dan meer naar persoon kijken dan naar politieke boodschap natuurlijk veel reden om voor hem te kiezen. Zo van, de eerste homo, en wat is hem jong en hij is zo deftig. Maar politieke principes, die heeft Mayor Pete niet echt. Hij heeft zijn standpunt over gezondheidszorg, vakbonden, het hoogrechtshof en zo allemaal regelmatig al veranderd. Dat is allemaal in filmpjes zeer makkelijk na te kijken. Hij is een beetje wel het paradepaardje van de Democratische Partij. En Bert, wie was de vorige verkiezingen in 2016 dat paradepaardje? Van? Van de Democratische Partij, weet je dat? Het paradepaardje? Ja, echt het circuspaard, Arend. Was dat niet Clinton? Dat was zeker een West, Hillary Clinton. Hè? Dus ook iemand dat in een gelekte tape heeft gezegd dat ze private en public opinions heeft. Dus dat is ook redelijk giftig. Maar in de verkiezingen zijn ook nog Elizabeth Warren, Amy Klobuchar en Michael Bloomberg aanwezig. Maar Michael Bloomberg is wel op dit moment de gevaarlijke man in de schaduw die daar nog relevant zal worden, jammer genoeg. Maar we zullen het voorlopig even over gewoon de dualiteit Pete Buttigieg en Bernie Sanders hebben. Nu is er 3 februari de eerste staat geweest waar dat men is gaan kiezen in de West, weet je dat? Iowa. Een klein staatje waar eigenlijk weinig te winnen valt. Want in dat voorverkiezingssysteem werken ze met delegates per staat die daar worden verdeeld. Weet je hoe dat die worden verdeeld? Dat wordt verdeeld op aantal inwoners? Nee. Dat is de hoeveelheid delegates dat er te winnen zijn. Maar hoe dat ze verdeeld worden, is iedereen dat boven 15% scoort, die procenten worden opgeteld en daar dus het percentage van. Dus dat zorgt eigenlijk voor een heel vreemd systeem, waarbij dat iedereen... Is dat hetzelfde als met die kiesmannen, of is dat nog iets anders? Die kiesmannen gaan achteraf in de... Dat is voor de elections. Zo kunnen winnen met meer kiesmannen, maar minder procenten. Die delegates die gaan dus achteraf op de convention, gaan die zeggen, wij willen voor die mensen kiezen. Ja. Dus op die manier worden er eigenlijk vanuit die staten delegates gestuurd naar dat uiteindelijke conventiesysteem. Maar dus iedereen boven de 15% per staat, die krijgt een deel van die pool. Ja. Dus stel dat Bernie 30% heeft, Pete Buttigieg 16% of zo, dan wordt dus 30 gedeeld door 46 gedaan. En dat dan maal het aantal delegates. En dan weet je hoeveel dat je krijgt. Dat is een beetje de ratio. Maar dus die eerste staten, daar is bekend niks te winnen. Hè. In Iowa
zijn er 56 delegates te winnen. Bijvoorbeeld Californië, daar zijn het er 412. Dus om maar even te zeggen, echt weinig tastbaars is daar te winnen. Maar vooral, die eerste staten zijn belangrijk voor momentum. Ja. Dat je gewoon in de pers zo echt goed... Zo, hij is aan het winnen, hij is aan het winnen. Ja. Ja. Dus dat is super, super cruciaal. Maar waar we nu gaan spelen, mannetjes, is de drie wijzen. Met deze week natuurlijk maar ene wijze en dat ben ik. Dus ik ga het met jullie hebben over wat er in Iowa exact is gebeurd, maar ik ga dat doen in een aantal stellingen. Jullie geven aan of deze stelling gelogen is of niet, en op basis daarvan krijgen jullie punten. Oh boy. Ja. Mannetjes, we gaan beginnen met stelling 1. Een beetje een opwarmertje. Dus vanaf nu is het niet meer per se helemaal puur feitelijk. Nee, maar ik zal het uiteraard wel... Als er een stelling fout was, dan zal ik dat wel. Tuurlijk. Als er een stelling fout was, dan zal ik dat uitklaren. Corrigeren. Ja, inderdaad. Oké, shoot. Stelling 1. In Iowa wordt niet zomaar gekozen in hokjes, maar wordt een caucus gehouden. Dit is een soort telling waarbij er geteld wordt hoeveel mensen er in een zaaltje aanwezig zijn voor hun kandidaat te steunen. Soms wordt er gekozen op basis van welke groep het hardst kan roepen, of wordt er kop of let gedaan om te kiezen wie er voor elk district de winnaar is. Oeh. Ik zou waar zeggen tot die laatste zin. Ja. Ik zou in al zijn absurditeit zeggen dat het waar is. Ik zal hem maar voor de sport zeggen dat het niet waar is. Oei, oké. Arend, ja, het... Ja. Gelijk. Ik heb de geluidjes van de battle gepikt en zo ben ik. Mooi. Nee, juist. Er zijn zelfs beelden van iemand die dat kop of let doet. Schitterend. De munt zo een paar keer in zijn open hand omdraait en dan zegt dat Mayor Pete is gewonnen. Zeer zeker. Die tour gaan we op vandaag bij Op de Pot. Oh boy. Stelling 2. Voor de caucusresultaten bij te houden, had de partij, de DNC, een onafhankelijke app voorgesteld. De app heette Sunlight. Ah. Oh, die details. Er was een app voorgesteld, was dat Sunlight... Deze, pak van wel. Deze is waar. Ja. Okay. Compleet fout, allebei. maar er was toch een app, niet? Er was zeker een app. Ik ga het meteen even over de app hebben. Okay, de app, het bedrijf achter die app heette trouwens Shadow en niet Sunlight. Die heette Shadow, zoals in een slechte misdaadroman. Want Sunlight had veel beter geweest. Ja, is toch beter dan Shadow. Dat bedrijf achter die app had van de campagne van Pete Buttigieg $42.000 gekregen om die app te ontwikkelen. Ja. De CEO van dat bedrijf, Acronym, die CEO heet Tara McGone, en is getrouwd met een van de campagneleiders van Mayor Pete Buttigieg. In het bedrijf werken ook quasi enkel mensen die dat voormalig voor de Hillary Clinton campaign hadden gewerkt in 2016. Van die campaign is later bewezen dat ze volledig dicteerden wat de algemene partij, de DNC, moest doen en Bernie Sanders moest tegenwerken, zodat Clinton kon winnen. Hm. Dus de stelling was dat er een onafhankelijke app was voorgesteld. Zeer, 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 zeer fout. Niet onafhankelijk. Stelling 3. De resultaten van de caucus liepen mondjesmaat binnen. Al snel was duidelijk dat Pete Buttigieg de winnaar van de dag zou zijn. Niet waar. Nee. Het was close, niet? Nee, er zijn geen resultaten voor binnengekomen. Jullie hebben gelijk, want het was inderdaad fout. Rond de middag stond Bernie Sanders redelijk voor in de districten die al geteld waren. Dus plots vielen alle berichtgeving volledig weg. Ja. Ik heb dat heel hard gevolgd. Schitterend. En was er urenlang geen enkel nieuws met resultaten, terwijl daarvoor alles vlotjes binnenliep. De app zou overal zijn gecrashed. Een aantal uur na de eerste resultaten verscheen er een tweet op Pete Buttigieg zijn muur, waarin hij zei dat er geschiedenis was geschreven en hij dankte iedereen voor de overwinning. Ik zie Bert al fronsen, heerlijk. Het wordt beter. Stelling 4 is een favoriete stelling van mij. De VRT nam zijn journalistieke verantwoordelijkheid en gaf enkel bericht over de verdachte waantoestanden. Fout. Het was juist. Die namen hun verantwoordelijkheid. Nee, het is volledig fout natuurlijk. De VRT zette onmiddellijk online dat Mayor Pete de winnaar was van de verkiezing. Dan namen ze blind over van CNN, MSNBC, ABC News, etc. Want die hadden hun krantenkoppen al klaar met Pete, verbaasd, vriend en vijand. Dat was waarschijnlijk al gedrukt voordat ze begonnen. Voilà. I like the way you think, Bert. Op een gegeven moment waren er 62% van alle districten geteld en stond Pete ook voor, effectief. Ja. Het mediamomentum dat een kandidaat uit Iowa wil halen, was op dat moment voor Piet dan ook volledig geregeld. Maar het heeft dus... Allee, de volgende stelling gaat
het verhaal nog verder vertellen. Mooi. Zijn jullie klaar voor stelling 5? Ja. Na 3 dagen chaos en langzaam doordruppelen van alle districten, bleek dat Bernie de verkiezing eigenlijk had gewonnen. Tom Perez is nog steeds het hoofd van de DNC. Niemand heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. De pers beschouwt Bernie nog steeds als de verliezer. De Bernie-aanhang is razend en zou in alle verontwaardiging nooit voor een andere kandidaat stemmen tegen Trump. Het enthousiasme rond een democratische kandidaat is volledig verdwenen. Trump kan de democraten perfect afdoen als falende mislukkelingen die niet eens een verkiezing kunnen organiseren en wint waarschijnlijk de verkiezingen in 2020. Waar. Ja. Heel goed, jongens. Ja. Nee, het debat is nu een beetje... Is dit grote of kleine corruptie? En wat ik ermee wil zeggen is... Zijn dat gewoon vriendjes van de partij die dat werden aangeduid om hun appje te maken en per ongeluk ging alles effectief mis? Dat kan, denk ik. Gewoon nepotisme, zo, dat kan. Het is al erg genoeg dat die kandidaten het bedrijf kunnen sponsoren dat een onafhankelijke verkiezingsapp moet maken, natuurlijk. Dus in mijn ogen al verschrikkelijk genoeg. Maar, wat als het echt is wat het lijkt? Want de feiten zijn er. Piet betaalt een bedrijf om die app te maken. Bernie stond voor lange tijd stilte omdat een app ineens overal niet meer werkt. En dan ineens een selectie van districten die dat Piet als de winnaar hebben. En dan alle kranten koppen en dan 3 dagen wachten om het gehele plaatje te zien dat Bernie eigenlijk had gewonnen. Dus echt heel veel moeite moet je hier ook niet voor doen om hier een samenzwering in te zien, denk ik. Dus wat denken jullie, jongens? Ja, ik vrees om terug te komen op die laatste stelling. Inderdaad, dat de democraten het weer zodanig onderling aan het verknoeien zijn, ja, dat het voor Trump weer goed mogelijk wordt heel om weer gekozen te worden. Zeker. Ja. Ook die impeachment want dat is ook volledig mislukt. Ja, ik ben wel bij dat de verkiezing van Trump niet zozeer een verdienste van Trump was geweest, maar meer het falen van Hillary. 100%. Helemaal. En dat ziet er dan nu ook weer aan te komen, ja, precies. Laat ons eerlijk zijn. Zodanig weer iemand naar voren pushen dat dan achteraf toch niet de juiste mens blijkt te zijn om iemand dat de Trump mensen niet halen. Willen, hè? Dus een heel kunstmatige kandidaat dat niemand wil. Dan kun je erop blij dat er niemand komt stemmen. Ja, dus ik vind dat heel fascinerend. Zeker wat er nu allemaal gebeurt, gewoon dat die DNC, dat zijn mensen dat al zo lang in die business zitten, maar die kunnen... Niks, hè. Die falen de hele tijd omhoog. Ik denk echt dat deze gewoon pure onkunde is. Ja. Want er zijn te veel mogelijkheden, gelijk in deze geval, om door te hebben wie dat heeft gedaan. Ja. En ik denk, deze is, dat zouden we niet durven, deze is te stuntelig en te doorzichtig om echt opgezet te zijn. Maar het effect kan wel hetzelfde zijn, hè, maar. Ja. Allee, en ik vrees dat de campagne van Trump zichzelf gewoon aan het schrijven is al... Ja. Dat je zegt, dat ga je weer heel gemakkelijk zijn van zie hoe incompetent dat ze zijn. Je kunt van mij zeggen wat je wilt, maar hier sta ik weer. En... Die geeft die echt. Ja. Allee, ze geven hem op een dienblad waar het erover heen kan slecht worden. Ja. En het past perfect in zijn MO, hè, van speechen en van campagne voeren. Ja. Weet je, er is nog een staat geweest deze week. Weet hoe dat is gelopen, waar dat was en alles? Nee? Dat was in Iowa. Nee, Iowa was de eerste. Hè? Dat was de eerste. Ohio. New Hampshire, jongens. Ohio hoort bij Super Tuesday, denk ik, op 3 maart. Huh. Kijken we allemaal naar uit. New Hampshire was deze week, dus Bernie heeft overtuigend gewonnen. Dus ik ga een greep geven uit de krantenkoppen. Reuters zei... Pete Buttigieg finishes second in New Hampshire primary. Klobuchar third. Goed, dat was krantenkop 1. Dan Chris Matthews van MSNBC op Twitter. Pete Buttigieg just gave a speech that was very reminiscent of Barack Obama in 2008. It had the same rhythm and hope. Voilà. Wat zegt MSNBC woensdag? The big winner last night could be Mayor Bloomberg. Goed. Bloomberg heeft wel, heb ik gelezen, een vrij... uitgebreide social media strategy op poten gezet, waardoor het hem toch wel zwaar stemmen is bij aan het krijgen bij die bij stemmen aan het bij aan het krijgen, omdat je van elke reclameblok dat je in de VS krijgt, zijn er 3 ads van Mayor Bloomberg bij. Want die heeft 60 miljard als persoonlijk eigendom. Ja. En die is daar gewoon al het geld dat mogelijk in reclame kan worden gestoken, is die daarin aan het steken. Dus die is heel kunstmatig de verkiezingen heel goed aan het doen. En dat is... extreem walgelijk. Dus dat wordt zeker de eindbaas van deze voorverkiezingen. Er is zo'n... die social media campaign managers die dat voor hem regelen, die hebben heel hun bedrijfjes en zo, en al die hun pages op Instagram, zo wat geconverteerd en daar Bloomberg memes op gezet. Mm-hmm.
en die de wereld ingestuurd. En die zijn zo die zijn delen van het internet aan het overpakken. En wat heel triest is ermee dat hem... Ja, is dat triestig? Dat is nieuw advertising, hè? Dat is gewoon heel slim aangepakt door die gasten. Ja. Maar zijn record en alles is verschrikkelijk. Natuurlijk. Dus ja, dat is een rot mens, hè. Maar ja. In elk geval, de laatste krentenkop na de overwinning van Bernie. I would almost argue that a third place finish for Amy Klobuchar would be stronger and more important than a first place finish for Bernie. Dus fascinerend. Het feit is in elk geval, doorheen heel de geschiedenis is de winnaar van Iowa en New Hampshire altijd al de kandidaat geworden. Dat is nooit anders geweest. En toch weigeren ze dus die mensen te erkennen. En daarom vind ik het ook zo leuk om pro-Bernie te zijn. Die mensen heeft eigenlijk van zijn leven, bij wijze van spreken, nooit iets fout gedaan. Die wordt overal gehinderd op een super corrupte manier. Dus in mijn ogen echt zo een Robin Hood om te volgen. En het is heel fascinerend hoe dat ze die elke keer op nieuwe manieren hinderen. Dus gewoon... Dat was, plus, weet je nog hoeveel dat er te doen was rond Trump en het Rusland-schandaal van... Er waren Russian hackers en Russian bots en die hebben zich gemoeid met onze verkiezingen. Maar deze is allemaal veel, veel erger en veel duidelijker. Dus daar wordt allemaal niks over geschreven. Dus dat was effectief mijn plons. Een stevige plons aan mij. Ja, het was een lange plons. Maar ik vind het heel belangrijk. Ja, het ligt mij na aan het hart. Het is een heel belangrijke verkiezing voor heel veel mensen. Hè. Ik denk het wel. En zeker voor ons, heel veel mensen onderschatten hoe belangrijk het een Amerikaanse politiek is voor ons, maar dat is superbelangrijk. En ze zijn het volledig aan het opklaat. Ja. Ja. Kijk. Minder oorlog zou goed zijn, Bert. Minder inmengingen, minder IS'jes creëren. Ja, maar je kunt niet alles hebben in het leven. Dat is heel juist. Dan geef ik nu, met veel affectie en toch ook met een niet te verwaarlozen gevoel van walging, het woord aan onze gevederde vriend Arend Eikerman. Voor de drol van de week. Yes, yes, yes. De drol van de week. We hebben hem vorige keer al lichtelijk aangehaald. Ik toch, met Je suis Bartok. Wart Verrijken, oftewel film Wart van de VRT. Film. Ja. Dat is, ik heb er wat problemen mee, jongens. Filmkenner. Ja. Tussen grote aanhalingstekens, durf ik dat zeggen. Oké. Okay. Ik ben er geen fan van. Ik vind dat een heel slechte recensent. Ja. En voor heel veel redenen. Ja. En die redenen, die krijgen we... Die heb ik voor jullie opgeluisterd. En ik kan die niet zomaar zeggen. Ah, nee. Nee, ik kan die rappen. Oh boy. Gelijk een ketnetrapper. Maar dan wat donkerder. Maar of gelijk een durum keep. Maar dan rap. Veel droeviger. Veel, veel, veel droeviger. Gelijk uw bestaan. Niet zo droevig. Oké, okay, love it. Kijk is naar niet rapbaar. Is het een kwestie van DJ Spin That Shit? Of? Ja, pakt van wel. Okay. De DJ zal de shit dat spinnen. Oké, okay, thank you. Ah. DJ Khaled. Beste film, Mark, of eerder Willem, vat, want ik vind u maar een scheet die niet best veel van films weet. Maar laat mij anders maar beginnen bij het begin. In het eile liggen lullen, dat heeft niet heel veel zin. Roel van Bam was elke woensdag op tv. Hij gaf tenminste informatie over films mee. Hij was ook zanger en had talent, maar dat is een woordje dat jij niet zegt gewend. Kijk naar mij. Ik ben een zieke spitter en niet gelijk u inleidend. Tekstje op Twitter. Ik onthoud alleen maar zaken die in films zijn gebeurd. Wat is dat voor fucking bullshit toch, jij fucking nerd? Films zijn niet echt, bro, dat weet jij toch. Wat dat jij in Hollywood doet, man, dat is gewoon bedrog. Van de hoogste klasse, wat moeten wij verdragen? Het is te zien dat de VRT zijn latje moest verlagen. Ik heb u bezig gehoord over Ghost in the Shell. Op de radio, en ik moet eerlijk zeggen wel, je hebt de hele tijd over popcorn liggen praten. Niet over hoe de fucking film vol zat met gejaten. Hier zit voor mij probleem. Uw reviews hebben nul inhoud en dat is rete leem. Ik moet niet weten of je droef, waard of wat blij. Dat is niet zo heel wel interessant voor mij. Van de film wil ik weten wat zij goed of wat kaka. Moet ik moeite doen om te gaan kijken in de cinema? Het klopt, je bent als recensent wel enthousiast. Maar onbeperkte subjectiviteit is niet wat voor mij past. Ik heb meer nodig om op verder te gaan, man. Dus doe niet zo emotioneel als Steffi kan.
Wij houden hier ook van films, beste Wart. Dus komt anders eens een keer langs bij mij, Nick en Bart, voor een spoedcursus om films te zien. Misschien dat je dan kunt stoppen met je zielig gegrien. Het enige dat ik hiermee over films wil vertellen, is dat ze bij de VRT beter iemand anders bellen. Oh, bam, bam, oh, man, bam, 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 zo. Another one. Ja, ze film werd. Fijn, Arend, denk u. Heel fijn. Ik meet hem zelfs. Meestal ja, perfect. Ja. Ja, daar heeft hij mijn best gedaan. Er heeft meer tijd in gekopen en in film wacht een doorsnee recensie. Dat denk ik wel. Dat klopt. Zeker en vast. Dus ook gewoon met meer passie en met meer know-how ook gewoon onmiddellijk al. Onmiddellijk? Ja. Nee. Ja. Ik vind het heel fijn dat is aan bod kan. Ik denk dat daar vroeger over film werd al wel is iets te zeggen is geweest, maar ik denk dat hem al lang... Hij is er nog zo. Ja? Ja, met ja, Oscars was hem in Hollywood... Ah, dat zeker. Ja. Want moet iets doen, hè. Filmkenner. En Roel van Mambos, dat was dan... Die zag ik heel graag bezig vroeger, want die had echt wel iets te zeggen. Die kon films reviewen, die deed dat op een aangename manier. En waar dat film waartoe is, dat ik gewoon heel emotioneel praten over hoe dat hij die film heeft beleefd. Maar dat interesseert me echt in een fucking zak. Nee, oké. Okay, ja. Een goede reviewer, die zegt niet, ik moest van die film huilen. Nee, die zegt, wel, die film was goed, want dat zat goed, en dat was minder. En dat was ook jammerlijk, maar, ja. Okay, maar overal was dat wel om die subjectie... Het is altijd subjectief, hè, natuurlijk. Maar je gaat er proberen van er iets uit te trekken dat wat draagt of wat bijdraagt aan hoe de andere mensen films zien. En in dit geval is dat niet. Nee, ik ben helemaal mee. Kijk, jongens, dat is mijn mening erover. Ja, maar allee, ik denk dat nog wel mensen die mening delen. Als ik mij niet vergis, dan stond er op een oud album van Wiltura ook een mening over filmwerk, denk ik. Maar, goh, allee, dat is echt geleden. Dat was wel echt een heel nauwe cd, hè? Ja. Maar allee, ik denk dat toen al wel heel duidelijk was dat er met filmwerk, dat daar weinig toekomst in zit. Ja, ja. Ik denk dat dat nu meer in... Jaren 70 of zo. Alleen. Maar we hebben het bij, op zich. Ja. Ik zit in mijn haar te krabben, want ik heb zo'n jeuk. Van zijn smoel krijg ik bloedklonters of hartaderbreuk. Ik krijg stress van hem, want hij is talenteloos. Ja, van Filmwart krijg ik pelletjes en roos. Met zijn bril en 90's kapsel, echt een platte vis. Maar vol pretentie denkt hij constant dat hij het is. Hij kijkt veel naar films, maar is ook een megavoos. Ja, die Filmwart geeft mij bellen, geeft mij roos. Ongelooflijk hoeveel dat je wist daar, ja. Cultuur. Ja, zwoer op zijn tijdloos. Ja, nog een plaat gaat deze niet. Omdat hij zo incompetent is en ook irritant, geeft hij perfect aan wat loos is met dit klote land. Enkel hier behoort zo'n sufkop tot de pro's. Ik moet krabben, want van Filmwart krijg ik roos. Over smaken kan men twisten, toch moet eens gezegd. Ja, Wart Verrijkens mening is mega slecht. Al zijn interviews zijn saai en inhoudseloos. Hij geeft mij schurft en pellen, schilfertjes en roos. Ik blaas hier al mijn bruggen op bij de VRT. Mijn meisje vroeg, is dit echt nodig? Ik zeg niet per se. Maar als ik zijn opinies lees, word ik boos.
Ja, van Filmart krijg ik pelletjes en roos. Nog een keer, jongens, allemaal. Ja, van Filmart krijg ik pelletjes en roos. Tja, het is ongelooflijk. Goed, wist je dat het eerste Vlaamse nummer was dat het woord schurft in zijn tekst gebruikte? Belangrijk. Ja. Je bent niet alleen ook niet Arend. Voilà, je zit op de pot om iets bij te leren. Ja, dat weten. Toch een mijlpaal in de muziekscene die vaak vergeten wordt. Ja. De Walter Michiels van mijlpalen eigenlijk. Het muzieklandschap. Walter Michiels, zullen we hem nog eens bellen? Zijn gsm stond niet op, nog niet. Maar ondertussen is het toch al wel 2 uur in de middag. Eens proberen. Ik kan het eens proberen. Eens kijken. Ik zou ook zijn mening over Filmart graag horen. Ja, ik hoop dat hem... Ik hoop hem toch aan de lijn te krijgen. Hij gaat toch wel over, hè? Dat is al iets. Hij staat al op. Hij is al wekker, denk ik. Oh, dus misschien is er een gsm aan het zoeken. Hallo. Nee. Oké, ja, jammer. Kom je het echt te laten, hè? Nee. Ja, we kunnen... Oké, ja. We kunnen proberen. Bericht 1 na de piep. Haak gewoon Arend, om af te sluiten. Dank je en tot ziens. Hey, Walter. Het is hier met Arend van Op de Pot. Wij hadden... Hey, Walter! Wij hadden een klein vraagje eigenlijk. Wij... We waren een beetje curieus naar uw mening over Filmart. We gaan eens horen wat jij ervan vond. Maar we hebben al een paar keer proberen te bellen, je pakt niet op. We hopen dat alles goed is. En, ik twijfel of het alles goed is. Een beetje aan. Dus. We hopen u toch wel binnenkort nog eens vast te kunnen pakken. En iets uit te kunnen nodigen eigenlijk voor deze keer te zitten hier. Dat, want dat is het belangrijkste. Ja. Right. Call us. Tot de volgende. Hè. Salut, Walter. Ja. Als het... voor jullie hetzelfde is, dan is het tijd voor de flush eigenlijk. Zonder Walter is voor mij nooit echt hetzelfde. In de flush spoelen we al dat welriekend excreet door dat wij hier met z'n drietjes samen hebben geproduceerd. De afgelopen slechts kleine 50 minuten. Ongelooflijk. We zitten... Vlotte afleveringen. Ja, ik denk het wel. Ik stel voor dat we beginnen met Bart van de Perk. Dat is goed. Ik heb voor mijn flush vandaag een toiletboekje mee. Ik dacht, dat is toepasselijk. Gelijk de dikke kakhiel. En met boekje, dat is toch een serieus een boek, van Herman Boel. 999 feiten waar je meestal helemaal niets aan hebt. Zoals er op de cover prijken, vissen kunnen zeeziek worden. Een regenboog is altijd even groot en ons DNA bevat gemiddeld 400 fouten. Zeker die laatste, daar kunnen we wel wat mee doen. Zeker even een Arend. Ja, dat is 800 minstens. Dus ik heb er gewoon een aantal uitgekozen. Ik heb ze uiteraard nog niet allemaal doorgenomen, alle 999, maar ik heb toch een kleine bloemlezing bij van een viertal nutteloze weetjes, als we hier dan toch zijn om bij te leren. Ja. Eentje dat eigenlijk terugwijst op waar we het al over gehad hebben, vorige aflevering, coronavirus versus coronabier. Dat ik zei, het virus is dodelijk, maar eigenlijk kunt u te pletter zuipen, dus bier is ook wel een beetje dodelijk. Zeker. Het wereldrecord promille. Om even te kaderen, als je 3 à 4 promille in je bloed hebt, dan word je zwaar dronken beschouwd. Bij 4 promille helemaal van de kaart en 5 promille, dat is comateuze toestanden en de dood tot gevolg. Het wereldrecord, 14,8. Ja. Dus bijna 3 keer de dodelijke dosis. Dat is eigenaardig. Welk? Dat is eigenaardig. Maar dat zijn mensen die echt wel zware problemen hebben. Ja. Ja. Je mocht trouwens de nationaliteit raden. Pool. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we Polen kunnen promoveren tot het nieuwe Wallonië van Europa. Zo geschreven. 14,8 promille. Hij is 2 uur later pas gestorven. Niet aan alcoholvergiftiging, wel aan bloedarmoede. Omdat de alcohol zijn bloed te sterk had verdund. Ik dacht dat hij met de fiets gevallen was. Dat had nog beter geweest. Maar hij is wel effectief gestorven. Maar het is niet dat hij ten alcohol niet aankomt. Het was gewoon zijn bloed dat ten alcohol niet aankomt. Dat was trouwens nutteloos weetje 29. Over naar nutteloos weetje 63. Zijn die op een bepaalde manier geordend? Of absoluut niet? Nummers gewoon zijn allemaal door elkaar. Super random. Dus 63. Ja. Het Birmaanse ma kan van alles betekenen. Dus Birma heeft een taal
waar het woordje ma, afhankelijk van de toonhoogte en de intonatie... Dat is een morfeem. In enorm veel betekenissen kan hebben. En je kunt zo, door 9 keer ma te zeggen op een andere manier, het zinnetje maken, haal het paard, een gekke hond is op komst. En dat is gewoon ma, 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 ma. Zoiets in de aard, maar ja, allemaal andere toonaarden. Vind ik fantastisch. Zo spreken ze ook in Animal Crossing. Ja, maar wie weet wat ze dan aan het zeggen zijn. dan een doe-weetje. Nutteloos weetje. 183. Ja. Kan ik inleiden. Arend, wilt jij eens een deuntje neurien? Mag eender wat zijn. Heel goed. Titanic. Bingo. Oh, ja. Boy. Je mocht het nu nog eens doen, maar met je neus dichtgeknepen. Oh, nee. Zo, je kunt niet neurien als je neus dicht zit. Dat is ergens logisch, want dat is je klankkast een beetje dan, maar ik had er nog nooit bij stilgestaan en dat is toch zo heel plezant om dan zo op het toilet al kakkend zo even je neus dicht te neurien. En dan dat moeten we al met je reet neurien daarna. Wie weet lukt dat wel. Ja, niet. Eens proberen. En dan, om af te sluiten, nutteloos weetje 979. Okay. Ik ben er maar wat van achter gaan bladeren ook, want daar ben ik eigenlijk nog niet toegekomen. Sommige bijbels keuren overspel goed. In 1631 is er een misdruk geweest van de King James Bible, waar stond, gij zult overspel plegen. Degene waar ze vergeten. Ze hebben geprobeerd om die allemaal op de brandstapel te zwieren, maar dat is niet gelukt. Dus er zijn nog altijd een aantal bijbels in bestaan waar een scheve schaatsrijden dus best wel oké is. Nee, eigenlijk niet best oké, verplicht. Ik denk dat is één van de 10 geboden. Je moet overspel plegen. Henry de Achtste daar wel zou steunen. Nee, die bijbel gaat ongetwijfeld. Dat wel... Dat zou veel verklaren. Ja. Ja. En zo staan dus heel veel leuke dingen in. Onder andere de vrolijkste nummers ooit. De 10 vrolijkste Engelstalige nummers. Dat is ook heel klinkt plezant. Subjectief. Klinkt subjectief, maar iemand heeft dat onderzocht op een mathematische manier. We hebben dingen als beat per minute erin gestoken. Het aantal majeur-akkoorden. Want mineur, cijfer, majeur opgewekt. En die heeft een formule gemaakt en kom eruit bij Don't Stop Me Now van Queen. Het vrolijkste nummer ter wereld. Engelstalig wel, want daar heeft hem zich toe beperkt. Het smietje van Laïs staat er duidelijk niet bij. Nee. Hij heeft alleen Engelstalige nummers onderzocht. Dus dat is misschien aan ons om dat eens te doen voor Vlaamse nummers. Hè. Maar Mia. Don't Stop Me Now, Dancing Queen van ABBA, Good Vibration van Beat Boys. Wat zit er allemaal nog snap tussen? Ik wel. Ja. Fantastische nummers. Ja. Ja. Maar dus, hier ben je wel een aantal kekskes zoet mee. Oké, en hoeveel kost een boek, weet je dat nog vandaag? Geen idee, dat lag ineens op mijn toilet. De Waltrit er komen liggen. Ja, dat moet zijn. Nee. Ja, heb je een paraplu nog? Nee. Ah, hé, hey, nog gezegd. Maar ja, een paraplu voor zo'n goed boekje, dat is een goede deal. Dus voor één parapluutje te vinden bij Walter Michiels. Ja. 999 feiten waar je meestal niets aan hebt. Heel fijn. De moeite. All right. Ja. Arend, als je het goed vindt, geef ik tuurlijk. Absoluut het woord. Ik heb een afrader, ook een feitje dat je misschien maar beter niet probeert. Ja. Als je dus een vuist maakt en je steekt een duim in je vuist... Ja. En je draait dan je vuist naar beneden, heel snel, niet doen, dan, dat is mijn afrader, en daarmee kun je de ligamenten in je duim zelf heel snel scheuren. Dus als je niet wilt gaan werken? Ja, dat is mijn duizendste feitje om erbij te zitten, niet doen. Maar goed, los daarvan. Nee, ik had wel echt een aanrader bij. Ik heb dat geprobeerd deze week en ik heb er echt nog keiveel last van. Daarmee dat ik het even wou zeggen, jongens, niet doen als je dat op internet ziet verschijnen. Dat is heel dom. Zo eigenlijk de... Ah, is dat een hypeje? Nee, dat is gewoon zo een life pro tip dat ik op Reddit heb gelezen. Dat is een cinema challenge. Doe dat niet, maar iedereen doet het dan op YouTube. Ja, of eerder Tide Pods eten, denk ik daar nog wel een beter voorbeeld. Nee, een aanrader, Toast of London, ik weet niet of je dat kennen. Dat is een BBC-reeks met Matt Berry, die je misschien wel kennen, van die IT Crowd. Die hebben jullie waarschijnlijk gezien. Ah, ja. Dat is die met zijn dragende stem. De zoon van de baas daar. Een brede gast met een heel diepe, dragende stem. En die speelt er de hoofdrol in. En ik zie die heel graag bezig, gewoon omdat ik die graag hoor. En deze stem is heel, heel zacht en heel bombastisch en tof. En het is een heel leuke komische reeks over een acteur die een beetje fucked up leven heeft. En dat probeert terecht te trekken achter de schermen. En ook op de schermen. En dat lukt niet zo heel goed. Gratis te bekijken online. Wel plezant. Oké. Mooi. Leuke tijdverdrijver. Ja. Heel fijn.
Ik wou graag iets zeggen. Er heerst online, heb ik gemerkt, vaak een discussie over de groep Genesis. Mm-hmm. Dat is een groep die daar stijlkundig al wel een serieuze evolutie heeft doorgemaakt. Ik zal het zeggen, vanuit de oude tijd, jaren 60, Peter Gabriel, al. En dan natuurlijk de evolutie naar de Phil Collins versie uit de jaren 80. Ja. En ik wou gewoon even zeggen, de Phil Collins versie is aanzienlijk veel beter en krachtiger muziek. En het interesseert mij niet wat al die puristen zeggen. Vroeger was het dan, nee, dat is echt helemaal niet waar. Dat is gewoon echt 13 in een dozijn jaren 60 zaagklank. In dit geval, want jij zei ook wel, een vroeger was alles beter aanhanger. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat wil niet zeggen dat... Dat altijd zo is. Nee, niet voor alles, denk ik. En ik vind gewoon, ik wil eens even gezegd hebben gehad. Want het is niet. Je moet niet zeggen dat het wel zo is. Phil Collins maakte van die band, vind ik, veel interessanter en iets veel meer uitspringend dan. Wat vinden jullie daarvan? Ik deel die mening. Ja? Ik heb die oude nooit heel veel gehoord, maar die met Phil Collins vind ik wel... Even Spotify, ik heb dat gewoon, ik heb even die journey gemaakt, gewoon omdat ik mij afvroeg waar bestaat de discussie eigenlijk uit. Nee. Niet beter. Nou, Peter Gabriel heeft dan ook wel goede nummers gemaakt. Ja. Dus niet beter, gewoon eerst. Inderdaad. Gewoon die OG, maar dan... Als ik even over Star Trek kan beginnen, dat is ook niet. De OG is ook niet. Nee, maar hangt het er soms ook niet vanaf waar dat je begint te kijken. Ja, persoonlijke ervaringen. Iedereen heeft zo, elke generatie heeft ook zijn en James Bond. En dat was de beste. En pas als je de rest begint te zien, dat je denkt van, Sean Connery was eigenlijk wel beter dan een Daniel Craig of zo, objectief gezien. Maar dat is lastig als je ergens begint van, dat is de mijne, die is de beste. Ja. En iedereen groeit uit die gedachte. Diezelfde mensen gaan dan ook naar FC De Kampioenen 4 zien. Ja, het uitschot dus eigenlijk. Het uitschot, het is gepeupel, hè. Ja, de proletarisch gepeupel, had ik vorige keer gezegd. Ik wil dat nog eens zeggen tegen die 500.000 mensen. Doe het niet. Proletarisch gepeupel. Ze zijn meer gelijk die Maltesers. Oké. Wat dat betreft, zou ik graag op deze manier ook gewoon vrolijk uitgaan. Het is denk ik de kortste aflevering die we ooit hebben opgenomen, maar ik vond ze spectaculair. Ik vond ze aangenaam om met jullie te praten over Filmwart, over de VS-verkiezingen. Ik vond het aangenaam om van jullie te leren wat jullie het meest ergert aan Filmwart, enzovoort. Dames en heren, dit was weer al Op de Pot. Ik ben blij dat jullie erbij waren. Graag tot volgende keer. Zal wel zien. Spijtig dat de Walter niet oppakte.